Hoe verklaar ik een moeilijk woord? Kom je een moeilijk woord tegen in een tekst, dan kan je de betekenis ervan achterhalen in verschillende stappen. Eerst moet je je natuurlijk even afvragen of je het woord wel echt nodig hebt om de rest van de tekst te begrijpen. Is dit niet zo, dan kan je gewoon doorlezen. Heb je het woord wel nodig? Kijk dan naar het onderwerp van de tekst. Misschien vind je wel een verband tussen het onderwerp en het moeilijke woord. Ik geef een voorbeeld. Als je niet weet wat sabel betekent, maar je wel weet dat de tekst over wapens gaat, dan weet je in elk geval dat een sabel waarschijnlijk een soort wapen is. Weet je na deze stap nog niet wat het woord betekent? Zoek dan eens naar een afbeelding die je kan helpen. Weet je bijvoorbeeld niet wat chifchaf betekent? Dan kan een foto je wel verklappen dat dit een vogelsoort is. Soms staat er onder de foto zelf een onderschrift dat je helpt. Heb je geen afbeelding die je kan helpen? Probeer het woord dan te verklaren door de context, de omgeving van het woord. Misschien staat er een woord dat ongeveer hetzelfde betekent, of net het tegenovergestelde, of staat er zelfs uitgelegd wat het woord betekent. Weet je nog niets meer? In stap 5 ga je op zoek naar woorden die lijken op het moeilijke woord. Het woord donatie lijkt bijvoorbeeld op het Engelse donate, het Franse donner of het Spaanse donar. Het zal dus ongeveer dezelfde betekenis hebben. In stap 6 kijk je of je geen stukje van het woord kent. Misschien is het woord een afleiding of een samenstelling. Zo betekent respectloos zonder respect, want loos betekent zonder. Heb je nog steeds de betekenis van het moeilijke woord niet gevonden? Zoek het dan op in een woordenboek of op het internet. Als laatste optie tenslotte kan je hulp vragen aan iemand zoals je ouders of je leerkracht. Vergeet niet dat je altijd even moet controleren of de betekenis die je hebt gevonden wel in de tekst past.